Hey, welkom bij een nieuwe video. Heb je ooit wel eens naar de sterren in de hemel gekeken? En heb je je toen afgevraagd hoe alles in het universum is begonnen of wat er zal gebeuren in de toekomst? Ik was daar zelf ook erg benieuwd naar. Ik heb vandaag dus een lijstje gemaakt met 10 theorieën over het universum die je 's nachts wakker kunnen houden. Ben jij nieuw op dit kanaal en hou je van top 5 en top 10 video's over allerlei soorten onderwerpen? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. Doe ook even een duimpje omhoog als je zin hebt om wat bij te leren. Nummer 10. De singulariteit is hoe wetenschappers verwijzen naar de dramatische veranderingen die gebeuren in onze wereld. Vraag bijvoorbeeld maar eens aan je ouders of ze zich vroeger konden voorstellen dat er in de toekomst internet zou zijn en dat je nu onze video's kijkt op een laptop, tablet of een smartphone. Velen zouden waarschijnlijk zeggen dat ze niet hadden verwacht dat de technologie zo snel vooruit zou gaan. In Ray Kurzweil's boek The Singularity Is Near schreef hij dat mensen op weg zijn naar het creëren van een supermenselijke kunstmatige intelligentie, ook wel Artificial Intelligence genoemd. Velen van ons hebben vast wel de science fiction film The Matrix gezien, die zich afspeelt in een donkere toekomst waarin de mensheid onbewust gevangen zit in een gesimuleerde werkelijkheid die vergelijkbaar is met hoe we computerspelletjes spelen. Elon Musk is een van die mensen die denkt dat er een grote kans is dat we ons in een simulatie begeven. De welbekende cosmoloog Alan Guth denkt zelfs dat ons universum misschien gewoon een laboratorium-experiment is. Dat wordt gecontroleerd door supergeavanceerde wezens. Nummer 9. De Big Crunch is een van de theorieën van wetenschappers over hoe de wereld zal eindigen. Zelfs de wetenschap denkt dat het universum zijn ultieme einde kan hebben. In feite is de theorie gebaseerd op Albert Einsteins relativiteitstheorie. Dat wil zeggen dat wetenschappers denken dat als de oerknal beschrijft wordt van hoe het universum begon, de Big Crunch een mogelijke manier moet zijn om het te beëindigen. Ook bestaat het vermoeden dat het een cyclus is, dat na een Big Crunch een nieuwe Big Bang zal ontstaan. Deze theorie vertelt ons dat hoewel het universum steeds groter wordt, er een tijd zal komen dat het zal stoppen met groeien en uiteindelijk zal imploderen. Alles zal dan in elkaar gedrukt worden totdat het verandert in het grootste zwarte gat ooit. Wetenschappers zeggen dat twee mogelijke gebeurtenissen zullen komen na de Big Crunch. Of het universum zal helemaal instorten, of er zal dus een nieuwe oerknal ontstaan. Nummer 8. Venus staat bekend als de warmste planeet in het zonnestelsel met temperaturen tot 466 graden Celsius. Dat komt door de dikke koolstofdioxide-atmosfeer. Venus is ook een stuk dichter bij de zon dan de aarde. Het fenomeen van extreme hitte als gevolg van broeikasgassen heet de runaway greenhouse effect. De meeste wetenschappers geloven dat de aarde er op een gegeven moment uit gaat zien als Venus, met kokende oceanen en zure regen. Volgens astrobiologen Peter Ward en Donald Brownlee verliezen onze oceanen momenteel ongeveer een millimeter van zijn water per miljoen jaar. Maar dit tempo neemt langzaam toe. En als de zon de komende jaren warmer wordt, verliezen we misschien elke duizend jaar een millimeter aan oceaanwater. Als dit gebeurt, kan de aarde na lange tijd veranderen in een grote woestijn. Maar wees gerust, wij zullen dit geen van allen meemaken. Nummer 7. Een paradox is een verklaring die het niet met zichzelf eens is. Het kan tegelijkertijd waar en onwaar zijn. De Fermi-paradox lijkt het eens en oneens te zijn over het bestaan van aliens. De Italiaans-Amerikaanse natuurkundige Enrico Fermi, naar wie de paradox werd vernoemd, maakte een aantal goede punten. Hij zegt dat sinds de Melkweg honderden miljarden sterren heeft en miljarden van hen vergelijkbaar zijn met de zon, het zeer waarschijnlijk is dat sommige van deze sterren planeten hebben die vergelijkbaar zijn met de aarde. Het Copernicaanse principe denkt dat de aarde niet zo bijzonder is, dus er is een grote kans dat intelligent leven ook bestaat in onze Melkweg. Sommige van deze aliens kunnen zelfs geavanceerde technologie hebben ontwikkeld voor ruimte- en tijdreizen. Maar als ze bestaan, waarom hebben we ze dan nog nooit gezien? En waar zijn ze? Dat is de grote vraag. Nummer 6. De Endless Universe Theory is een van de nieuwste kosmologische theorieën over het universum. Zoals de naam van de theorie suggereert, is het universum niet hoe het wordt gepresenteerd door de Big Bang theorie en andere concepten, omdat de Endless Universe theorie gelooft dat het universum eindeloos kan uitzetten en krimpen. Deze theorie wordt onderverdeeld in vier belangrijke onderdelen: expansie, omkering, contractie en bounce. De donkere energie in het universum is een onbekende kracht die ervoor zorgt dat het universum zich steeds sneller uitbreidt, totdat alle materiedeeltjes ver van elkaar verwijderd zijn.
Daarna wordt elk deeltje een soort van pleister die afbrokkelt en vervolgens individueel bindt. Deze vele pleisters worden dan ook verschillende universums. Het klinkt allemaal vrij ingewikkeld, maar de theorie dat het universum oneindig is, zou best kunnen. Nummer 5. Hoe gaaf zou het zijn om te kunnen reizen naar andere universums? In science fiction films is het gewoon even een kwestie van door een zwart gat te vliegen en op een andere plek die misschien wel vele duizenden lichtjaren van ons is verwijderd er weer uitkomen. Op dit moment is onze technologie daar nog lang niet aan toe. Volgens NASA is een zwart gat een plek in de ruimte waar de zwaartekracht zoveel trekt dat zelfs licht er niet uit kan. Zwarte gaten worden geboren wanneer een ster opbrandt. Dit leidt dan tot een andere verwante theorie die zegt dat we misschien wel leven in een zwart gat. Robert Mann, een professor in de natuurkunde, denkt dat lang geleden een vijfdimensionale ster, wat een zeer grote ster is, kan zijn opgebrand en een vierdimensionaal zwart gat heeft gecreëerd en dat dat ons universum werd. Al zodanig hebben hij en zijn team onderzocht of we leven in het centrum van een zwart gat. Echter, meer wetenschappers zijn ervan overtuigd dat een zwart gat leidt naar een wormgat. Dit zou betekenen dat er een korte weg bestaat ergens in het universum die ervoor zorgt dat we sneller kunnen reizen dan het licht. Nummer 4. Sommige natuurkundigen geloven dat we in een hologram leven. Een hologram is een driedimensionaal beeld dat vaak van een laser wordt gemaakt. Al zodanig denken ze dat een ver tweedimensionaal oppervlak alle gegevens heeft die nodig zijn om onze wereld volledig te beschrijven. Om je een duidelijker beeld te geven, het is net alsof wij karakters op een tv-scherm zijn. We leven in een oppervlak dat er toevallig uitziet alsof het een diepte heeft of dat we drie dimensies hebben. Namelijk lengte, breedte en hoogte, terwijl we volgens het holografische universum slechts een tweedimensionale vlak oppervlak zijn. Het klinkt misschien onmogelijk, maar veel wetenschappers bestuderen deze theorie omdat het een grote kans heeft om waar te zijn. Volgens hen, als ze aannemen dat het universum tweedimensionaal is, worden allerlei grote fysica-problemen zoals zwarte gaten, zwaartekracht en kwantummechanica eenvoudiger om op te lossen. Met andere woorden, de wetten van de wetenschappen lijken logischer te zijn wanneer ze zijn geschreven in twee dimensies in plaats van drie. Nummer 3. De panspermia-theorie stelt voor dat het leven overal in het heelal voorkomt en niet op aarde is ontstaan. Het was de Franse historicus Benoît de Maillet die suggereerde dat het leven op aarde het resultaat kan zijn geweest van organismen uit de ruimte. Panspermia vermoedt dat het leven bestaat in het heelal en het wordt verspreid door ruimtestof, meteorieten, asteroïden, kometen, planetoïden en zelfs ruimtevaartuigen. Deze theorie denkt dat microscopische levensvormen in de ruimte kunnen overleven en gevangen kunnen raken in deeltjes na de landing op planeten enzovoorts. Onder ideale omstandigheden kunnen deze levensvormen die op het oppervlak van een nieuwe planeet landen actief worden en beginnen te ontwikkelen in een nieuwe omgeving. De theorie suggereert ook dat de levensvormen buiten het zonnestelsel zijn gekomen of dat het doelbewust werd verspreid door ander intelligent leven. Nummer 2. De Big Freeze, ook wel bekend als de warmtedood, is een theorie die zegt dat het universum blijft uitbreiden en de warmte gelijkmatig zal worden verdeeld totdat er geen ruimte voor bruikbare energie meer is en wanneer dat gebeurt de wereld zal stoppen. Om het even simpeler uit te leggen, het universum koelt af als het zich uitbreidt totdat het te koud wordt om een levensvorm te ondersteunen. De Big Freeze is het dus niet eens met de Big Crunch, waarin wordt beweerd dat het universum dramatisch zal eindigen met een grote ineenstorting en zwart gat. Sommige wetenschappers geloven dat de bevroren aarde een miljoen jaar geleden is gebeurd. Dit werd ook wel de Snowball Earth genoemd, waarin het oppervlak van de planeet bijna volledig werd bevroren. Nummer 1. Van alle theorieën over het universum is de multiverse-theorie de meest interessante. Het suggereert dat er meerdere universums bestaan. Deze wordt ook wel een alternatieve werkelijkheid genoemd of het parallel universum. Volgens verschillende cosmologen kan een parallel universum meerdere versies van jouzelf hebben. Maar misschien heb je daar een andere naam of misschien zwerven de dinosaurussen daar nog steeds rond, wie weet. Er bestaan een hoop science fiction films over de multiverse-theorie, maar het idee dateert eigenlijk al uit de oude Griekse filosofie die ze atomisme noemde, wat suggereert dat deze parallele werelden afkomstig waren van de botsing van atomen. Al zodanig probeert de theorie ook te zeggen dat ons universum slechts een klein deel is van een veel grotere structuur. Welke theorie denk jij dat zal gaan gebeuren? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond,
Doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.